Welkom bij Sander Centraal TV. Vandaag gaan we langs bij Cadeautje. Suzette Legebeke is sinds 2008 de eigenaar van de cadeaushop in Raalte. Maar ze gaat stoppen. Maar waarom? Wij gaan even langs met een bloemetje. Dat mag, dankjewel. Sorry dat ik even te snoeien. Wat is dat dan? Ja, voor de klant. Dit is voor Sander Centraal TV. Ja. Want wij hebben natuurlijk het nieuws gebracht dat u gaat stoppen met deze prachtige winkel. Ja, dat klopt. Dus natuurlijk mijn eerste vraag, waarom? Waarom? Omdat de crisis duurt me te lang. De crisis duurt te lang. Dus de economische crisis was toch de reden? Ik had verwacht dat ze volgend jaar wel weer een beetje aan zou trekken, maar dat een paar jaar langer duren. Dus, ja. Plus dat je misschien toch beter op een andere plek kunt zitten. Ik zeg net tegen haar, het is meer een beslissing met verstand dan in plaats van mijn hart. Ja. Maar dat zijn vaak wel de moeilijkste beslissingen, toch? Ja. Want u gaat eigenlijk tegen uw gevoel in nu. Ja, want ik had graag verder gedaan. Ja. Het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus, ja. En nu? Fut. Ja, dus... Nee, ik weet nog niet wat ik ga doen. Nee. Kijk, dan komt vast wel weer op mijn pad. Ja, want wanneer gaat de winkel officieel dicht? 28 juli. 28 juli, ja. En daarna dan even lekker de zomer in. Dus even vakantie houden, dat ik anders ook niet gaat dit jaar. Dus nou, ieder nadeel heeft zijn voordeel, moet ik denken. En daarna gaat u dan wel zien wat, wat u verder gaat doen. Ja, dan komt vast wel weer op mijn pad. Dus, ik zou zo weer beginnen, maar als ik over een paar jaar weer de kans krijg en de economie trekt weer wat aan. Ja, gaat u het toch gewoon weer doen? Ja. Ja, en dat liefst aan de Herenstraat, hè? Ja, ja. Want deze plek was lastig. Ja, nou, daar is gewoon meer. Kijk, hier tegenover is al leeg en hiernaast is leeg. Het wordt steeds leeg en dan wordt het toch wel moeilijker. Toch moeilijker, ja. Nou, dan wens ik u nog een hele mooie, fijne laatste maand voor deze winkel. Ja, dank Daarna een hele fijne zomer. En dankjewel. Hopelijk zien we u toch een keer weer terug. Ja, graag gedaan. Leuk.